Welkom, mijn naam is Martijn en naast mij zit Job. En we zitten in een Renault Twingo RS Cup. Een Twingo RS? Ja. Dat is zeg maar een boodschappenauto, maar dan niet voor boodschappen. Of hele snelle boodschappen. Nee, ja, het heeft in principe niet zo super veel meer met een Twingo te maken. Met, ja, het onderstel komt van de Clio 2 RS. Er zitten onderdelen van de Clio 182 in. En een 1.6 atmosferisch blok. Dus dat is wat anders dan een standaard Twingo'tje. Ja, nogal. Je gaat nu heel snel voorbij, maar die Clio 2 RS 182, dat is zeg maar wel de hot hatch. Ja, hè, waar Volkswagen zo nu nog jaloers naar kijken, zeg maar, hoe dat stuurt. Ja, klopt. Maar dan verstopt in een Twingo. Ja, het onderstel in ieder geval. Ja, ja, precies. Niet die 2 liter motor. Nee, dat is wel jammer. Maar... Ja. En je zei net, de dijk is dicht. Ja, want dit is wel een dijkenauto. Ja, geweldig. Ja. Even op de dijk, dat is het eigenlijk het mooiste wat er is met die auto. Want ik kom naar het Oosterhout hier vlakbij. Ja. En dan heb je zo'n dijk helemaal naar Andels zetten. Dus zeg maar, je kunt via de dijk eigenlijk hier ook komen. Ja. En dat is een redelijk rustige dijk. Dus daar wil ik dan af en toe nog wel eens een beetje spelen met die auto. Ja, dit is ook de auto voor. Ja. Je bent vrij jong, is dit je eerste auto? Ja, dat is mijn eerste auto. Dan heb je goed voor elkaar. Ja, gaaf. Ja, dat... Het stond heel erg op de wensenlijstje om een leuke auto te rijden. Nou ja, dat dan nu al kan, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar ik had zoiets van, al heel lang autoliefhebber, eigenlijk al zo lang ik kan herinneren. Dus dan moet er maar een keer iets komen en dan meteen wat leuks. Ja. Geen saaie... Ja, en dit is nog soort van overzichtelijk qua vaste lasten en verzekering. Ja, nou ja... Het is duur, hè, verzekering. Ja, ik sta er niet bij stil, want je hoeft er niks voor te doen. Je wordt vanzelf ouder en dan wordt het in één keer goedkoper. Maar een auto, hoe oud ben jij? Ik ben 22. 22, dus niet eens verse bestuurder. Nee, ik heb hem gekocht toen ik 21 was en gewoon alweer verzekerd. En ik had zoiets van, ik wil dat geld wat erin zit wel beschermen. Ja, snap ik. Maar wat kost dat dan? Ja, die kostte €95 was het toen. Valt nog mee-ish. Ja. Ja. Ik hoorde Boas, die ook 22 is, in zijn RS3 video met water. Ja. Gaat u maar, mevrouw. We zijn zo galant vandaag. Die betaalt iets van €400 in de maand. Voor een RS3 dan. Maar, ja. Jeetje, dat is gewoon iedere maand. Dan moet je haast al een keer botsen om het eruit te halen. Ja, bijna wel. Nee, dat is echt... ik ben nu wel iets omlaag, want ik heb hem nou net iets langer dan een jaar. Ja, dus, dat gaat best snel in het begin. Ja, gelukkig. €7 kort in gegeven. Nou, hoi. Dus ja, precies. Ventilatie. Ja, ik heb airco, die is laatst gerepareerd, dus die doet het ook weer. Lekker. Ik heb de zon precies op me aan deze kant. Ja. En ik dacht, doe een zwart shirt aan, dat is wel lekker warm. Ja, en een zwarte auto. Ja. Hij wordt heel, heel warm. Maar je hebt er nu al een jaar. Ja, ik heb vorig jaar maart gekocht. En, veel mee gereden? 20.000 kilometer. Zo, dat lekker doorgereden. Ja, en ik heb geen auto nodig. Ja. Ik heb hem eigenlijk altijd, ik woon in Nijmegen op Kamers, want ik studeer nog. Ja. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon bij mijn ouders staan. Dus die 20.000 kilometer is meer dan 80% verrietjes. Ja, te gek toch? Ja, daar heb je hem voor. Ja, precies. En je weet, hoe ouder je wordt, hoe minder tijd je hebt voor leuke dingen. Dan ja, heb je precies. Alleen maar, had ik maar. Huh? Ja, daarom. Geniet ervan inderdaad. Lekker man. En zo gekocht? Want hij ziet er niet helemaal standaard uit. Nee, absoluut niet zo gekocht. Oké. Het uiterlijk valt nog mee. Ja, de spoiler achterop, de cup spoiler, dat is in principe origineel Renault. Maar die zat er niet op. Nou, die wilde ik er wel graag op hebben. Ja. Die is mooier dan de GT-spoiler. Dat is een beetje. Zo'n handvat. Ja, we noemen hem altijd het winkelwagentje. Ah, ja. Een eurotje erin en meenemen. Ja. En de diffuser achterop is in principe ook een soort van origineel Renault. Wat heet, ze hebben hem origineel. Alleen op een gegeven moment zijn ze gestopt met die diffuser maken. En toen heeft een Franse fabrikant het overgekocht. Het typeplaatje eruit gekrast. En ja, exact dezelfde diffuser gemaakt. Dus die zit er ook op. Hij is verlaagd op HR-veerde, omdat hij was wel stug, maar hij mocht nog wel wat stugger. Mocht wel wat stugger. Nou hier, kijk een dijk. Kijk, ja, hier is die hij voor, dus voor. Hij is als het goed is warm, dus ik zou zeggen ga ervoor. Hij klinkt ook wel lekker als je zo doorhaalt, hè? Ja, zin blokje, in een... blokje heeft er wel zin in, zeg maar. Ja, precies. Ja, nou, dit is klaar. Ja, doe er maar een strik om. Ja, precies. Dit is toch te gek. Ja, daarom. Er zit een K-Tech Catback uitlaat onder. Hij klinkt wel lekker. Ja. En een Canon Apollo luchtfilter. Beetje extra aanzuiggeluid. Ja, precies. Dit is toch te gek met zo'n auto. We ronden de video hier af. Ik ga gewoon de rest van de dag hier op rijden. Ja, we gaan er nog een dakken mee. Ja joh, dus dat is super wat. Autoblog tankpas mee en lekker. Ja, en er zit een Wideline anti-rolbar onder.
En dat voel je denk ik wel. Ja, dat is het eerste wat mij opvalt. Mijn vriendin heeft zo'n soort Twingo gehad. Geen RS, maar de diesel. En die voel je heel erg op één voorwiel hangen. Die heeft gewoon geen achterstabiën. Ja, eigenlijk moet je het ESP ook nog uitzetten. Want die kan volledig uit. Dan kan je er nog iets meer mee spelen. Dat is wel voor hier even hard genoeg. Maar je voelt enorm dat die achterkant nu wel wat doet inderdaad. Standaard is dat helemaal niet zo. Hier. Hij is niet super gevaarlijk zo'n race, nee, maar dan kun je net iets meer. Ja, dan kun je iets meer zetten in zo'n bocht. Ja, precies. Trappen. Gaat wel hoor. Nou ja, je voelt hem ook wel voor vier wielen drukken. Ja. In plaats van dat alleen de neus naar buiten wil. Ja, precies. Dus dat is. Dat is wel gaaf maken. Ja. Dus ik heb wat ik zeg, al een paar dingen aan veranderd staat dan op HR-veren. Dat was vooral omdat er liggen OZ Supplegera's onder. Ik zag het, lekker licht. Ja, die zijn 6,5 kilogram per stuk. Ja, dat is te gek, toch? Dus daar ben ik ook heel blij mee, want daardoor stuurt hij weer wat fijner. Maar ja, ik had foto's gezien van die OZ'jes onder een niet verlaagde. En toen dacht ik, ja. Ja, het is vaak, als je dan de wielen aanpast, dan lijkt het ineens super hoog. Ja. Dan denk ik, nou ja, dan sla ik twee vliegen in één klap. Moet en wat lager, en die HR-vieren zijn echt wel stug. Ja. Dus dat. Ja, het past ook op een soort auto, toch? Ja, precies. Het is gewoon echt een junior hot hatch. Maar het is ook licht, hè? Dat is 1000 kilo. Ja, 1000 kilo. Ja. De achterbank ligt eruit, dus dat moet dan. Mensen nemen zichzelf maar mee. Ja, dan heb je Wouter. Hierheen, gek in een Brabus C-klasse. Hallo. Maar gewicht doet echt veel met de auto, hè? Vooral voor in Nederland inderdaad. Vergeet de mensen wel, zodat het nog uitmaakt. Ja, en zoals dit. Ja. We geen betere route kunnen hebben vandaag, hè? Nee, eigenlijk niet. Als je hem zo nog iets erin remt inderdaad, dan voel je hem helemaal lekker meezetten. Een klein beetje zetten. En dat is op zich wel fijn aan de auto. En gewoon een voorwiel aan het drijven met opties. Ja, zonder bijgeluiden. Ja, net wel, toen hoorde ik niet schuren. Ik rij al vrij lang verlaagde auto's, dan krijg je er wel zo'n radar voor. Ja. Een auto die onbekend is. Ah joh, slijt vanzelf wel weg. Precies. Ja, carousel op de Nürburgring vindt hij ook leuk. Dan loopt hij ook aan. Dat was mijn volgende vraag. Wat voor avonturen doe je er allemaal mee in die 20.000 kilometer? Maar ik hoorde de befaamde Nürburgring al voorbij komen. Ja, dus verplichte stickers zitten er ook op. Ja, die mag je alleen erop plakken als je een rondje hebt gereden. Ja, precies, niet als je een sticker via internet bestelt. Nee, of als je op de auto zat die je hebt gebracht. Ja, dan meteen eraf. Daar ken ik er ook eentje van. Die had er meer stickers op dan dat er. Hij klinkt toch wel lekker, hè? Agressief aanzuiggeluid. Ik ben eigenlijk de airco. Laat de zuiging nog even uitzetten. Dan moet je dadelijk maar. Je ziet ook een mooi groen lampje. Een heuse shiftlight. Ja, en hij is niet rood van kijk uit, je gaat te ver. Hij is groen van we gaan er lekker voor. Ja, Fransen. Fransen die weten wel iets van hot hatches, hè? Ja, precies. Geniaal, man. Nou, ik ken de route niet precies, maar als je de mogelijkheid hebt, dan. Ja, ik wil even. Zo hard gaat het ook weer niet. Ah ja, ik zie hem inderdaad. En volgens mij een hardcut begrenzer, inderdaad. Ja, dat die. Waarom fabrikanten dat niet meer doen, dat vind ik zo zonde. Dat maakt hem ook wel leuk, want ja, ik moet zeggen, ik laat hem niet heel vaak expres erin lopen. Want, het hoeft niet stuk, maar als het je overkomt, dan is het wel mooi. Dan is het lachen. Laat wel zo'n. Precies. Ja, nee, maar Nürburgring. Ja, ringdriftjes. Ja, ik ben nu. Hier zit er ook een. Ik ben nu twee keer geweest dit jaar. En dan een rondje of zes, en dan is het ook wel goed. Niet achter elkaar, het is er ook van afkoelen. Ja. Laatste keer was wel een beetje een duurtripje, want toen op het rechtstuk zei de koppeling. Heb hem nog thuis weten te krijgen. Ik wou zeggen, als je er niet zelf af kunt rijden van de ring, dan wordt het nog veel duurder van. €250 en ik stond op het rechtstuk. Ja. Dus ik dacht van ja. Nou, nu sta je bij de uitgang. Bedankt. Ja. Hier even pinnen alstublieft. Dus ik ben blij dat me dat bespaard is gebleven. Ja. Maar wel thuis gekregen en toen op een gegeven moment 3 kilometer voor huis, toen deed de koppeling helemaal niks meer. Dus zat ik vast in zijn 4. Oh. Toen moest ik nog een rotonde over. Ik wou zeggen, 4 is niet zo'n andere versnelling. Nee, dus toen moest ik nog een rotonde over. We hebben hem thuis gekregen en toen is hij opgehaald door de Renault Sportspecialist. Raamstuk Sfeer, ik weet niet of je die kent, V1 Motorsport. Ja, zeker van naam. Ze hebben ook een sportieve Renault gehad, een Megane RS. Ja, daarom. Ik ken het wereldje een beetje. Dus die hebben hem opgehaald en toen besloot hem alles maar in één keer te doen. Want de koppeling was dan, ja, die was aan vervanging toe, maar het was vooral het probleem. Dat zat hem volgens mij in de truclager. Dus we hebben alles aangepakt en meteen de distributieriem, waterpomp. Nu toch open licht, hè? Airco, want het is een kwaaltje bij deze auto's. Airco gaat kapot door steenslag. Ja. En dat is één, de condensor en de pomp is één geheel. Dus dat is een dure hobby. Ja, dat is. Als je het los doet, is €600 alles bij elkaar. En daarom dachten ze bij Renova, we doen dit op de plek waar alle stenen tegenaan waaien. Ja, dat is wel precies. Handig. Nou, hier. Er komt een pop eruit als je snel schakelt. Ja. Ja, lachen. Is dat eigenlijk een
vijf of zes bakken. Je hebt een anonieme, ja, dat dacht ik al, ja, anonieme pookknop. Dus, ja. De R van Racer zit erop. Ja, gewilde pook wel, want deze hebben ze niet allemaal. Oké. Okay. En de prijzen, ja, alles is duur tegenwoordig. Maar iets in Engeland vragen ze gewoon, ja, £200 voor deze hoes en deze pook. Dat is met de luxe hoes inderdaad. Ja, nou, ik had hem gelukkig erop zitten toen ik hem kocht. Ja. Maar nou ja, vijf bakken dus. Ja. Op de snelweg. Ja, bij 130 draaien, bijna 4000. Ik denk dat we het alweer eens kunnen zijn, dit is geen snelwegauto. Nee, nee. Dit is zo'n dijk als net, ja, en hebben landweggetjes, en dan is het echt te gek. Ja. Maar, what's next? 20.000 in een jaar, dat ga je niet, vijf jaar heb je er een ton bij gereden. Ja, maar ik weet niet of, kijk, dit is het eerste jaar, weet je. Het is mijn eerste auto, ja, heel veel zin in om te rijden, en dan heb je nog leuke ritjes die je doet. Ik laat hem nu wel iets vaker staan. Ja, ook een beetje noodgedwongen. Ja, what's next? Ja, er stond er net eentje naast, Clio 3 RS. Ah, die ja, zijn grote broer. Zijn grote broer. Maar ja, dan is de vraag of deze dan weggaat, want ik heb hem voor relatief weinig kunnen kopen. Ja. Want ja, zijn marktprijs nu is een eurotje of 6.000 heb je erin. Ja. En dan denk ik, ja, wel veel fun voor je geld hoor. Ja, en dan denk je, ja, een Clio die gaat nu echt door het dak. 12.500 is niet gek. Ja, en dat is niet twee keer zo leuk. Nee, en dan ben ik nu nog student en denk, ja, ja, als ik dan afgestudeerd ben en ik ga werken, ja, ja, dan zit ik misschien in zo'n positie dat hij niet meer weg hoeft. Nee. Ja, dan hou ik er lekker bij. Wordt het dan een ID3 of een Cupra Born? Ja, precies. Saai leasehok en dan deze beuken in het weekend. Ja, precies. Ja, en wat ik ook heel erg vind, het is gewoon heel erg bereikbare fun. Ja. Nee, je kunt zeg maar op een weg als dit, kun je hem even 2-3 vol doorhalen zonder dat je rijbuis meteen door de shredder kan. We zagen, ja, net iemand met een getuned RS7 wegrijden. Dat, ja, dat klonk alsof hij voor het einde van de straat als een rijbewijs kon weggooien. Dat is denk ik wel zo. Ja, maar dat is het ook een beetje. Hij is niet zo snel dat het zeg maar meteen gevaarlijk wordt, ja, voor je rijbewijs. Hij is wel snel genoeg om glimlach op je gezicht te krijgen. Ja, nou, precies dat. Ja. Het is gewoon echt leuk om hem uit te wringen. Dat kan ook gewoon. De prijs ook. Het is gewoon best een bereikbare. Daarom ben ik aangemeld. Kijk, ik heb er wel wat aan gedaan. Ik bedoel, moet heel eerlijk zijn. Die wielen, OZ'tjes zijn niet gratis. Nee. Michelin Pilot Sport 3 onder. Dat is, ja, maar het is alleen afschrijving als je hem verkoopt, hè? Precies. Altijd is een investering. Ja, je kunt er best veel afhalen. Het is een anti-rolbaar, ja, schroef je er onderuit. Ja, dat houdt wel zijn waarde in de, ja, in de scene. Dat is €170 volgens mij voor betaald. Ja, dat krijg je er ook wel weer voor als je hem wil verkopen. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, voor de fun die het biedt, hoeft hij voor mij voorlopig de deur niet uit. Sterker nog, het doel is om te houden, maar ja, dat zegt iedereen over zijn eerste auto. Mij is het nog steeds gelukt. Ik heb hem al 11 jaar, mijn eerste auto. Ja. Gewoon vasthouden inderdaad. Zeker als het zoiets unieks leuks is, wat niet de wereld kost om erbij te houden. Nee, kijk, als je Megane RS koopt, €15.000, ja, als je dan wil upgraden naar zeg een ME35i, ja, want dat vind ik ook erg leuk. Precies wat ik gedaan heb trouwens. Ja. Megane RS naar ME35i. Ja, een vriend van mij heeft een 135i coupé, stage 2, maar die heeft ST schroefset, ProTrack One, 2,5 graden camber, er zit alles op een naam van het circuit, ook voor de Nürburgring. Ja. Ga ook graag met hem naar de Nürburgring. Dus Davy, als je kijkt, leuke tripjes. Ja, maar het is besmettelijk, hè? Je moet eigenlijk alleen meerijden met mensen met langzamere auto's. Ik heb er dus van het weekend in gereden. Dat was een duur ritje. Ja, dat had ik beter niet. Ja. Geweldig auto. Nou, dan gewoon ernaast, toch? Nou, zoiets is dan wel een beetje de bedoeling. Dat ik denk van, joh, als je auto's van 20.000, 25.000 gaat kopen, dan hoef je die 5.000 die je voor deze terugkrijgt, is dan misschien niet meer nodig. Laat het hopen. Ja. Ik hoop hem in ieder geval te houden. Ik vind hem geweldig. Ja, ik snap het wel. Gaaf. Erg leuk om erin te rijden. Ik ben wel liefhebber van de hot hatches. Dus, dit is helemaal mijn straatje. Ja. Renault Sport inderdaad, plekje in mijn hart. Gaaf. Leuk dat ik erin mocht rijden ook. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk dat je erin wilde rijden. Zoals jullie zien, allerlei dingen vinden wij leuk. Maakt niet uit. Meld je aan hieronder URL. En wie weet, tot ziens. Hoi hoi.